In september 2016 wil de Hooghaskoning TVV onderzoeken of elektrische voertuigen voor onze vloot geschikt zouden zijn. We zijn toen gestart met een pilot met 25 BMW i3's die we gaven aan leaserijders die op dat moment een fossiel aangedreven auto hadden. Die pilot heeft een jaar geduurd, ja, en na dat jaar wisten we het zeker, EV's passen bij Hooghaskoning TVV. We hebben toen in september 2017, dus precies een jaar later, onze leaseregeling aangepast. En vanaf dat moment mocht men alleen maar volledig elektrische auto's leasen. We zijn nu zo'n 5 jaar verder en inmiddels is 95% van onze vloot, van ongeveer 600 auto's, volledig EV. En als je de bestellingen meeneemt, zelfs 98%. En eind 2022 willen we tot 100% EV zitten. Heeft een aantal beleidsdoelstellingen voor een schone, gezonde en leefbare stad. Met de pilot Smart City Travel willen we BMW-rijders graag stimuleren om over te stappen op een ander vervoersmiddel zodra ze de stad van Rotterdam in willen. Het doel is om ze een naadloze gebruikservaring te geven om dit doel te bereiken. Hoe werkt dit? Zodra de berijder in zijn navigatiesysteem de bestemming in het centrum van Rotterdam invoert, wordt er direct gekeken of er op de route een PNR ligt. Indien dat het geval is, wordt er via het iDrive systeem direct een melding gemaakt aan de berijder dat hij kan overstappen op de PNR op een ander vervoersmiddel. We zijn dus heel erg benieuwd naar die gedragscomponent. Hoe kunnen wij nou die automobilist dat duwtje geven? En op deze manier verminderen wij het autoverkeer in de stad en verbeteren wij de leefbaarheid.